Een hele goede morgen, of ja, goedemorgen. Er is van alles aan de hand. De pro zit gevangen, zoals jullie weten. En in de vorige video van Mick zei de hacker dat jullie moesten liken, zodat de pro, ja, het zeg maar gewoon overleeft en zo. Dat is op zich wel handig. Ik vraag eigenlijk nooit om likes, maar goed, doe het nu maar wel. Want we willen natuurlijk wel dat de pro erbij blijft, want de pro hebben we heel erg hard nodig in het gevecht tegen de hacker. Oké, eens even kijken. Wat was Mick's kamer ook alweer? Klop, klop, Mick. Hallo? Oh nee, dit meen je niet. Mick is nu ook weg. Oh nee. Mick, waar ben je? Oh, gelukkig. Ik dacht dat je weg was. Oh, ja, ik was hier gewoon alvast even te kijken of ik ook zelf potions kon maken. Maar ik snap er helemaal niks van. Nee, dat snap ik. Maar we hebben nog wel best veel potions hier, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja, maar ik dacht, die dodelijkste potion, weet je die nog, Giel? Die ik op jou heb gegooid. Ja, Mick, die herinner ik me nog wel. Ja. Laten we daar maar niet over hebben. Ik wou gewoon kijken of ik hem zelf ook kon maken. Want ik dacht, daarmee kunnen we misschien de hacker verslaan. Maar ik snap er echt helemaal niks van. Dit is echt een pro-ding, zeg maar. Ja, dat snap ik. Oké. Nou ja, het komt wel goed. Ik denk dat we niet echt potions nodig hebben, maar weet je nog wat de hacker de vorige keer zei? Ja, ik wou het net zeggen, Giel. Ik durfde niet alleen te kijken. Ik ben heel benieuwd of de pro er nog is. Want ja, als de pro er niet meer is, dat betekent dat we niet genoeg likes hadden gehaald, blijkbaar. Oké, laten we maar gewoon gaan dan, denk ik. Ik denk dat we hebben echt de beste kijkers ter wereld. Dus ik denk dat we wel genoeg likes hebben gekregen. Ik weet 100%, het wel zeker. Ik weet het ook wel zeker. Dat komt helemaal goed. De pro die is daar gewoon. Let maar op. Oké, ik hoop het wel. Ik hoop het heel erg in ieder geval. Hallo, bro. Waarom zie ik hem nog niet vanaf hier? Oh, nee. Misschien moeten we iets dichterbij komen. Dat kan zo werken in Minecraft. Zeg nog niks. Ja, maar ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje spannend, hoor. Ja, we gaan gewoon weer die toren inklimmen. En dan kunnen we de pro vast wel... Dan zien we hem gewoon... Ja, dat denk ik ook. Oh jeetje, we hadden echt een boot mee moeten nemen, Mick. Misschien is het een goed idee, even, voor als de hacker hier dadelijk zou zijn of zo, dat we eventjes heel snel een boompje omhakken. Nou, we kunnen onder water ademen en onder water zijn we veilig. Dus in principe is dit gewoon een veilige manier. Oh ja, dat is waar, Mick. Je hebt helemaal gelijk. Nee, het voelt gewoon zo onnatuurlijk, weet je. Maar de hacker die houdt inderdaad niet echt van water en wij kunnen onder water ademen. Dat is echt super fijn. Kijk eens aan, wij lijken wel hackers eigenlijk. Ja, inderdaad, wij zijn ook hackers. Oh, hier is allemaal vuur, joh. Ja, okay, ik ga het een beetje blussen, want ja, inderdaad. Ik zie de pro nog steeds niet, Mick. Ik dacht dat ik wat blauw zag. Oké. Dat zou mooi zijn. Laten we eens even checken dan. Ik onderbreek deze video heel eventjes voor een korte mededeling. Ik heb van mijn grote vrienden van Turtle Beach weer een nieuwe headset gekregen. En ik heb hem op dit moment op en hij zit echt super chill. En zoals jullie kunnen zien is er helemaal nergens een draadje. Kijk, zien jullie een draadje? Er is helemaal nergens een draadje te vinden. En dat is niet de enige reden waarom dat dit een top headset is. We hebben hier namelijk ook nog deze batterij. En die laat ik op met dit dingetje wat op mijn bureau ligt. En als dus de batterij van mijn headset leeg is, pak ik mijn headset er gewoon even bij. Dan klik ik de batterij eruit. En dan, hoppakee, stop ik de nieuwe er gewoon weer in. Dan gaat het klepje er weer op. En de headset doet het weer. Deze koptelefoon heeft echt supergoed geluid. Ik ben er echt ontzettend blij mee. En het is ook heel erg chill dat hij draadloos is. Want zo kan ik gewoon overal door mijn kamer heen lopen. Zonder dat ik hoef te stressen of dat mijn kabel wel lang genoeg is. Dus ben je op zoek naar een goede koptelefoon? Klik dan zeker even op het linkje in de beschrijving. Want via dat linkje kan je zelf deze koptelefoon halen. Ik wil nogmaals mijn vrienden van Turtle Beach en Rocket heel erg bedanken voor het opsturen van deze headset. En dan gaan we nu weer verder met de video. Oh, ik heb eigenlijk een beetje hoogtevrees, Giel. Ik vind het helemaal niet leuk. Nee, ik vind het ook helemaal niet leuk. Eens even kijken. Bro, hallo? Bro? Hallo? Oh, daar is hij. Daar is hij. Oh, hij laat ons schrikken. Ja, echt. Ik dacht dat je er niet was. Ik was aan het slapen. Hoe kan je daar slapen? Wat moet ik anders doen? Hoe kan je op de bedrock liggen? Oké. Ik zeg ook niet dat het comfortabel is. Nou ja, Giel. Maar het heet wel bedrock. Dus ja, dat wou ik al zeggen. Ik wou dat grapje maken. Oké, laat maar. Wel fijn dat je nog kan lachen, bro. Ik vind het wel mooi om te zien. Laat hem gewoon niet bevrijden. Hij is weer... hij zit wel allemaal... Nee. Kom op, Mick. Hij heeft al zo lang geen menselijk contact gehad. Ik snap wel dat hij even een grapje wil maken. Ja, oké. Dat snap ik ook wel. Maar ik wilde dat grapje ook maken. Maar, bro. Gaat het een beetje nog? Ik verveel me echt dood. Oké, nou... Ik wil hier zo graag uit. Hier, pro. Oh, nee. Oh, dat is helemaal niet grappig. Stel, ik was in de lava gevallen, man. Ik moet toch humor houden, zei je net. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik moet ook maar niet Giel, zo Maar Giel, zo je deed zijn. Het toch ook expres voor de pro? Nee, ik deed... Inderdaad, Mick. Dat heb jij goed opgemerkt. Ik deed dat helemaal expres. Hier, pro. Wat kip. Dat ziet er wel lekker uit. Zo, alsjeblieft. Ik denk dat je geniet ervan, pro. Wat doe je nou, Mick?
Van je nou ook nog? Oh ja, Mick, maar dat deed je 100% expres. Ja, sowieso. Oké. Maar Pro, de hacker, heeft de vorige keer gezegd dat kijkers moesten blijven liken, omdat er anders, anders kon hij niet echt voor jouw veiligheid instaan, zeg maar. Dus... Nou, ja, hij zei dat je dan zou verdwijnen. Ja, ja. Dat ik zou verdwijnen? Waar naartoe? Weet ik veel. Dat weet ik ook niet. Daar kom jij snel genoeg achter als ze niet liken, denk ik. Inderdaad, inderdaad. Liken dan? Ja, inderdaad. Ja. Doe even een promotiepraatje, Pro. Kom op, zorg eens even dat mensen gaan liken. Like alsjeblieft, want... Dit is niet heel overtuigend. Nee, nou weet ik wel wat ik moet zeggen. Doe even huilen of zo. Ga even huilen of iets. Trek even de aandacht. Nee, de Pro huilt niet. Het is wel heel nep. Maar ik hoorde je net wel huilen, dus ik weet niet wat je nou allemaal aan het zeveren bent. Maar goed. Nee, ik huil niet. Zal wel. Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat gisteren zeiden ze het al. En blijkbaar hebben we al genoeg likes gekregen, anders was je nu al weg. Oh, gelukkig. Ja. Nou, dus, blijf dat doen. Ik heb wel vertrouwen in onze kijkers. We hebben echt de beste kijkers. 100%. Maar ik vraag me nog steeds af, want je kan hier dus niet bouwen. Nee. Dat kan niet. Hoe komen we niet? Gewoon bouw gewoon. Nee, kijk, Pro, als ik hier letterlijk sta, ik kan niet klikken, ik kan niks neerzetten. Ik ben oprecht aan het kijken, mensen. Ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk mensen, als ik nou klik, ik kan gewoon... Zie je, de plaats niks. Dus ik snap er helemaal niks van, Mick. Het enige wat we doen is elkaar kunnen slaan. Nee, Mick, doe even... Au! Mick, wat doe je nou? Je hebt het overleefd, toch? Ja, dit is echt niet grappig, man. Dit is echt niet... Waarom doe je dit? Wij zijn niet vijanden van elkaar, Mick. Goeie, Mick. Goeie, Mick. Mick. Ik ga hier zo ongelooflijk veel spijt van krijgen. Nee, we moeten de Pro gewoon verbaken. Hij is best zielig. Oké, daar ben ik het mee eens. We moeten de Pro van maken. Doei. Nee. Ik ga al. Oh, hij is er afgesprongen. Pro, vond je het grappig? Ja, ik vond het echt hilarisch. Haal me er nou uit! Ja, Pro, moet ik nog een keer proberen te schieten of zo? Ik denk niet dat er iets... Kijk, ik schiet nou op jou en je krijgt geen damage. Mick, niet op mij schieten. Waarom wou je op mij schieten trouwens? Om die gevangenis te doorboren. Maar het is letterlijk gemaakt van onzichtbare blokken met bedrock, Pro. Nee, je kan niet... Ik kan niet eens op hem schieten. Wat is dit nou weer? Ja, ik snap het ook helemaal niet. Ik heb het gevoel dat ik nog meer kans heb dat ik die bedrock op een gegeven moment breek dan die onzichtbare blokken. Ja, ik snap het. Het is ook niet fijn en we doen echt ons uiterste best. Ook al ziet het er misschien niet zo uit, dat is echt zo. Jullie zijn alleen maar rond aan het dollen. Jullie zijn echt niks uit aan het voeren. Hier. Ja, maar Pro, als we nou wisten hoe we je konden helpen... Wat hebben jullie gedaan sinds dat ik vastzit? Wij hebben sinds dat jij vastzit... Niks gedaan. Ja. Maar wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen inderdaad? Ik wil gaan rondlopen, zoek naar iets. Oké, Hacker, help ons. Pro, ik denk dat het enige wat wij kunnen doen op dit moment is de hacker zoeken, inderdaad. Ja, nou, ga dat doen. Oké, Mick, zullen we dat doen of is dat wel een goed idee? We kunnen proberen met hem te praten. Waarom is hij er eigenlijk niet vandaag? Hij is er eigenlijk altijd... weet je wat? We gaan gewoon eventjes lekker... Waar zullen we eens heen gaan? Naar Gielstad of zo misschien dat hij daar wel is? Ja, precies. Oké, laten we daar. Weet je de weg? Want volgens mij is dit niet Gielstad waar we nu heen lopen. Wel, dit kan ook. Dit is een shortcut. Hè? Oké. Nou, dan loop ik je lekker achternaam. Jongen, ik ken oprecht deze Minecraft map, denk ik, uit mijn hoofd. Ja? Ja. Kijk hoeveel... Weet je, ik speel hier elke dag. Ik zie het inderdaad, ja. Kijk, je bent echt fantastisch goed. Ja, dankjewel. Hier hebben we namelijk onze blokken. Zie je onze blokken? Mm-hmm. Dus dat betekent dat daar onze racebaan is. En dan daar, links daarvan, is Gielstad. Gielstad? Nou ja, als je... Of nee, niet Gielstad. Dit is Kleurstad. Of ja, wat er over is van Kleurstad. Kijk dan, jeetje man. Dit is toch niet normaal? Ik lach, maar ik hel, zeg maar. Dat is het. Ja, we wilden toch ook naar Kleurstad? Nee, naar Gielstad. Dat is de enige plek die nog heel is, die de hacker nog kan slopen. Lijkt me logisch als hij daar is dadelijk. Ik denk dat hij gewoon letterlijk is waar wij zijn. Is hij nou hier bij ons? Ja, dat zou ook kunnen, Mick. Zullen we eens even gaan kijken in Paarstad, waar misschien kunnen we eens in dat gat gaan lopen. Misschien is daar iets verstopt. Oh, dat zou best wel goed kunnen. Ja, dat was dus laatste bulder. Maar de bulder heb ik niet meer gezien nadat hij voor mijn neus is veranderd in de hacker. Weer? Dus, hè? Ik weet niet. Wat is dit? Dit is letterlijk... Paddenstoelblok. Oké. Dat is een beetje apart. Laten we snel weggaan, Mick, voordat het eigenlijk allemaal giftig is. Of een beetje van dat nucleaire-achtige spul, weet je wel. Ja, nou ja... Paddenstoelen, ja. Hij heeft zelfs onze museum gesloopt. Ja, dit vind ik... Nee, Mick. Dit is toch echt anders gegaan. Wat? Nou, nee, jullie hebben je TNT ondergeplaatst en toen ben ik over een pressure plate heen gelopen. Giel, ik heb het begin gedaan, dit niet. Nee, oké, maar het begin, inderdaad, fijn dat je toegeeft wel. Maar gelukkig staan alle abonnees nog op de bot. Maar dat was...
dat was letterlijk dit, zeg maar. Deze lijn. Ja, dit heb ik je hebt wel gelijk, Ja, nou, dat is een groot verschil. En dat is gewoon een stukje van mijn abonneemuur weg. Oh, jeetje. Dat was toch niet de hacker, denk ik, hè? Of wel? Oh, jawel, hij staat er bovenop. Ik dacht misschien ligt er nog een pressure plate of zo. Ja, dat dacht jeetje. Hacker, stop. We willen even met je praten, oké? Okay? Kom gewoon even naar beneden, man. Kom even hierheen. Nou, laat ons even praten. Nee, laat ons even... Oh, ik ben bijna dood. Stop. Wij doen alles. We willen gewoon even iets... Au. Stop, ik ben bijna dood, man. Oké, laten we naar Paarstad rennen. Misschien is hij daar rustiger. Ja, ik weet het niet. Ik wil sowieso even schuilen, want ik ben bijna dood. En anders dan killt hij me dadelijk nog. Oké, Mick, denk je echt dat we hier iets gaan kunnen vinden? Want dit ziet er zo kapot uit. Oh, ik bouw er zo erg van. Ik vind die komeet best raar. Ja, ik vind hem ook best... We hebben er nog niet ingehakt of zo, hè? Nee, daarom. Ik dacht, laten we even gaan kijken. Misschien zit er wel een geheime basis in. Oh, dat zou echt een hele goeie zijn. Oh, ik sta hier echt de hele tijd in de fik. Verdorie, er is hier zoveel vuur. Ik niet. Ik ben een pro-parcourder. Ja, ik weet het. Dat is echt niet waar. Oh. Je bent een super slechte parcourder. Giel, zeg maar. Giel, zet een keer wat aardigs. Nee. Mick, dat is helemaal niet waar. Oké. Er zit hier ook allemaal bedrock in. Dus we moeten echt uitkijken dat we... Ja, je snapt me. Ja, dat we niet vastkomen te zitten. Ja, maar Mick, volgens mij zit hier helemaal niks in, hoor. Ik probeer een beetje te graven en zo, maar... Wacht, hier is de hacker. Hij plaatst die. Wacht. Ik kom eraan. Waar is hij? Ja, hij plaatst onder de meteoriet TNT. Oh, nee, echt? Ja, oh, jeetje. Weg hier. Ja, ik ben al weg. Dit is niet goed. Nee, joh, Maar, het staat in de fik, Mick. Aan de kant. Kijk, blijf veilig, oké? Ja, ik ben verder dan jij. Volgens mij. Mick, ben je al boven? Ik ben bijna boven. Oké. Kom eraan. Hoppa. Au. Wow. Giel, ik help je. Hier, water. Oh, dankjewel. Oh, dit is echt heel erg fijn, inderdaad. Dankjewel. Hoppakee. Oh, jeetje, nog met 10. Oké, wegwezen hier. Hij staat echt links van jou, Mick. Hij staat letterlijk hier. Ah! Wegwezen, hacker. Wegwezen. Ja, dat helpt niet, Giel. Hij schiet gewoon door. Dat doet hij altijd. Ja, inderdaad. Oké, laten we maar snel weer even teruggaan naar de pro, wilde ik zeggen. Wow. Oh, nee. Kom, we gaan terug naar de pro, Mick. Bro, hij is zo creepy. Ja, hij is echt... Oh, ik word helemaal gek hiervan, hè. Oké. Oh, jeetje, nu staat hij daar. Wat? Hè? Ik ben echt bijna dood ook weer. Oké, ik denk echt dat we hier weg moeten. Hij lijkt Kleurstad wel te willen claimen of zo. Ja, dat snap ik waarom die Kleurstad nog zou willen hebben op dit moment, maar goed. Nou, ja, Kleurstad blijft de mooiste stad van de wereld. Mick, kijk even om je heen. Meen je dat nou echt? Het was de mooiste stad van de wereld. Het gaat om de geschiedenis. Oh, mijn McDonald's, kijk dan. Ja, de M die staat er echt heel erg treurig bij op dit moment. Ja, het is echt niet normaal. Oh, arme Mick. Laten we gewoon eventjes doorrennen of zo. Ja, ik ren zeker door. Ik doe niks anders dan rennen op dit moment. Oké, goed zo. Kom, nog sneller, Mick. Nog sneller. Ik probeer het, maar ik krijg heel veel fall damage. Ja, ik ook. En even eten. Oké, doe je lekker eten. Hoppakee. Oké, ik ga gewoon in het water springen, zo snel als ik kan. Ja, dat snap ik. Ik ook. Ik wil zo snel mogelijk in het water liggen. Liefst met een cocktail. Ja, nee, we zijn natuurlijk helemaal niet op vakantie. Nee, we zijn zeker niet op vakantie. Dit is alles behalve vakantie. Dit is een soort van... Dit is een soort van ren voor je leven vakantie. Ja. Oh, nee. Kom, Mick. Snel. In het water. Plons! Oké, nu kan de hacker ons niks meer maken. Snel naar dat gebied toe waar we gewoon onder water kunnen ademen. Ja, inderdaad. Er gaan nu allemaal belletjes af. Dat is niet fijn. Oké, laten we zo ook maar eens even naar de pro toe gaan dan. Want, Mick. Ja, we kunnen het best gewoon even bij de pro gaan kijken hoe het met hem gaat. Want ik vind het eigenlijk best wel sneu. Hij is zoveel alleen. Ja, inderdaad. Oh. Oké, Mick. Laten we even kijken. Oh, nee. Ik zie de pro niet meer. Kom, laten we snel hier omhoog lopen. Ja, ik volg je. Zo, hoppakee. Goed zo. Doorlopen, Mick. Redden! Ja, ik zit letterlijk in je kont te kijken, man. Hey, doe eens even normaal, Mick. Zoiets zeg je toch niet? Hier, bam. Au. Oké, dat was wel echt karma. Bro, hallo? Hey. Mick, Giel. Hey. Heb je iets gevonden? Nee, op zich, de hacker hebben we gevonden. Maar hij wilde niet echt praten. We hebben een hele hoop van die gekke bazooka's op ons hoofd gekregen. En niet fijn, maar goed. Bij elke 1000 abonnees komen jullie 3 blokjes dichter bij de pro. Wat zegt hij nou? Elke 1000 abonnees komen we 3 blokjes dichter bij de pro? Oké, dat is wel ziek. Dus als we gewoon 1000 abonnees erbij krijgen, dan komen hier 3 blokken bij. Ja, blijkbaar. Wat zitten de hacker allemaal te zeggen, Giel, joh? Maar Giel, we hebben 2 kanalen. Jij hebt een kanaal, ik heb een kanaal. Dus ieder 500 is ook al 1000, hè? Ja, dat is waar. Oh, dit als het jullie binnen een week niet lukt, dan blijft de pro voor altijd opgesloten. Of erger
dagen nog. Dan verdwijnt die voorgoed. Wat? Oké, okay. ik dacht dat dit heel makkelijk werkt, maar wat nu wordt het nou een stuk moeilijker. Wat zei hij nou jullie precies? Moeten hier recht uithalen. Jullie moeten hem hier recht uithalen. Ik ben niet weg. Hij zei als het binnen 7 dagen niet lukt, dan verdwijnt de pro of blijft hij voor altijd opgesloten. Oh, nee. Waar komt dat geluid ook vandaan? Ja, jongens, alsjeblieft, vind iets. Haal hem hier uit. Ja, dit, ik weet niet. We kunnen toch niks anders doen dan vragen of ze willen abonneren? Ja. Ik wil hier niet van het inblijven. Nee, ja. Dat snap ik. Maar wat is dit ook voor iets raars? Grapje. Wat zei je, Giel? Dat dit super raar is allemaal. Nou, het is gewoon heel simpel. Ze moeten abonneren en als het niet binnen 7 dagen lukt, dan is pro weg. Oké, dat was echt nergens voor nodig, hacker. We hadden het al begrepen, hoor. Dan hoef je niet zo'n enge lach nog even erachteraan te gooien. Jeetje, man. Nee, en als je het doet, doe dan moehaha. Ja, inderdaad. Het is een stomme lach. Echt, het is echt de meest slechte slechterik die er is. Wie heeft er nou zo'n lach? Wat zei die nou? Volgens mij had hij iets in zijn keel of zo. Ik verstond er helemaal niks van. Volgens mij probeerde hij beter te lachen. Ja, nou ja. Het is gewoon mislukt. Jongen, die hacker is wel een beetje een sukkel volgens mij. Ja, nou, dat heb je wel gemerkt inderdaad. Heftig geworden hoor, pro. Heftig geworden. Ja, daar durf niks tegen mij te doen 1-op-1 hoor. Nee, ja. Blijkbaar jou opsluiten. Ja, ik wou net zeggen. Hij durft me op te sluiten inderdaad, maar hij durft niet in 1-tegen-1 gevecht tegen me te hebben. Nee, misschien. Oké, daar heb je misschien gelijk in. Hacker, kom je het duel doen 1-tegen-1? Hey, pro, zit hem nou niet zo uit te dagen allemaal. Hey, maar kijk hoe die stil is. Kijk hoe die stil is. Ja, dat klopt. Maar mensen, dit betekent dus één ding. De brug, die wordt 3 blokken langer als er 1000 mensen geabonneerd zijn. Dus inderdaad, wat Mick zegt. Als Mick er 500 bij heeft, als ik er 500 bij heb, dan wordt de brug dus 3 blokken langer. Dus ja, abonneer gewoon allemaal even. We moeten de pro gewoon bevrijden. En dan komt hij weer terug. Want we kunnen er wel allemaal om lachen, maar we hebben de pro wel echt super hard nodig. Ja? Kreeg je dat niet mee? Wat kreeg je niet mee? Was ik de enige die dit zag? Wat zag je? Ik zag onweer komen, letterlijk op jou. Onweer? Ja, letterlijk onweer. Nu weer! Onweer? Wat is dat nou weer? Hè? Ik zie helemaal nergens onweer. Mick, ik heb echt niks daarvan gezien. Maar goed, pro, we moeten jou gewoon zo snel mogelijk uitkrijgen. Ja, hij durft het niet op mij te doen. Kijk hem dan. Pro, het was ook op jou! Dit. Op jou kwam ook bliksem. Ik zeg niks meer. Kom net ook op mij. Ja, net kwam het ook op jou en ook op mij volgens mij, op ons allebei. Oh, nee. Oké. Weet je wat, pro, we gaan zoveel mogelijk abonnees voor jou regelen. Ik weet nog niet hoe, maar het komt helemaal goed, oké? Okay? Het komt helemaal goed. Niet. Doe al kan. Hier, Giel, ik twerk. Kijk. Oh ja, als jullie hier niet voor willen abonneren inderdaad, dan snap ik ook helemaal niks meer van. Hey, ik probeer ook gewoon alles uit de kast te halen. Ja, Mick, ik vind het een beetje triest eerlijk gezegd. Dit gaat te ver, ik blijf liever nog vastzitten voor altijd dan dat jij gaat twerken. Ik doe een dansje. Oké, Mick, dat geweer dat maakt het dansje wel een beetje zo van... Dit lijkt een beetje op een overwinningsdans en die mogen we nog niet doen. Hier, klootstoot. Oké, weet je wat, mensen, abonneer maar gewoon, dan moet het helemaal goed komen. Ik hoop echt dat de pro snel uit die gevangenis komt. Klik hier voor de video van Mick, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden om niks te missen van de survival. En dan zeg ik doei, tot de volgende keer.